Het belangrijkste bij een game is dat je eigenlijk je eerste impressie omschrijft. Van hoe weer de game, hoe is het, wat is het precies. En dit keer ga ik voor het eerst Guild Wars 2 spelen. Ik ben heel benieuwd, het is een hele week gratis te spelen. En ik had zoiets van, ik moet dit gewoon proberen. Ik heb ooit eens Guild Wars 1 gespeeld. En nooit een uitbreiding, zoals Nightfall en zo, dat heb ik nooit gedaan. En ik ben ook helemaal geen Guild Wars fan, maar ik heb gehoord en gelezen en gezien dat Guild Wars 2 fantastisch eruit ziet. En hoe het eruit ziet, dat gaan jullie en ik ontdekken na de intro. Okay, people, let's go to work. En we gaan kiezen voor de server Vabby. Ik weet niet waarom ik daarvoor koos, maar het was gewoon de bovenste aan mijn lijstje. En ik koos ook voor Europese servers. Nou, wat zien we hier? Select een ras. Ik moet een ras gaan selecteren. Ik zie allerlei verschillende figuren staan. En meestal kies ik gelijk voor zo'n soort warrior. Ik weet niet waarom, maar de Norn is dit. Nou, ik vind die Norn wel gaaf. En er kunnen nog een vrouwelijk karakter en een mannelijk. En ik wil de mannelijk karakter. We kunnen nog een ras kiezen. Een guardian, een warrior. Nou, ik wil eigenlijk gelijk voor de warrior gaan. En die ziet er echt verschrikkelijk vet uit. Het valt natuurlijk op als je het natuurlijk weer vergelijkt met World of Warcraft. Dat het grafisch natuurlijk wel mooi eruit ziet. Ook al heeft World of Warcraft een prachtige grafische verbetering gekregen. In de update die ze hebben gekregen met de laatste uitbreidingspakket. Oh jezus, het is een dikke vent. Nou, ik vind het al een leuk poppetje. Head options. Ik zie dat het... Nou, er zit aardig wat detail in het spel en dan moeten we een beetje mij gaan creëren. Nou, ik zal niet zo'n oude lul van mezelf maken. Ik wil wel zo'n keigrote baard, maar dan echt... Oh, dit is gaaf. Dit is gaaf. Ik neem dit gelijk. Ik ben niet kaal. Ik wil echt wel een beetje haar hebben. Kijk, dit is echt... Dit is perfect. We kunnen mijn ogen nog neerzetten. De grootte van mijn ogen. Nou, die doen we lekker groot. Dus je kan ook je neus aanpassen, zie ik. Nou, gewoon een normale neus hebben, een mondje. Nou, die mond zie je niet, dus daar hoeven we niet eens aan te zitten. En chin, kinhoogte, hoofdbreedte. Nou, we gewoon een normaal hoofd hebben we. Huppakee. Armor dice. Dan gaan we nog een kleur kiezen. Ik kies gewoon lekker een beetje... een fleurig pakkie. Paars, nee, paars moet ik niet doen. Blauw, blauw ziet er ook niet uit. Waarom niet gewoon grijs? Gewoon lekker standaard, huppakee. Je kan trouwens wel echt heel veel keuzes kiezen, zie ik. En ik wil rode schoenen. Nee, ik neem alles grijs. En mijn helm moet ook grijs. Huppakee. Ja, next. We gaan de volgende. Select background. Ik draag bla bla on the battlefield. Een helm, een Gallia, no helm. Nou, ik wil best wel een helm dragen, denk ik. Maar hier hebben we dan schouders. Ik neem geen helm. Nee. Trouble may follow me, but I use my to overcome it. Ferocity, dignity and charm. Ik denk mijn ferocity is in de vuist. Dat hoort bij de warrior. My most important quality is that I have the necessary strength to defeat heinous foes of zo. Deze. Dan gaan we nog wat kiezen. At a recent Calibrity held in all. I blacked out, cut in a fight, lost een helm loot. Cut in a fight, ziet allemaal wat duister uit. We zijn echt een duister karakter. When I was still a kid, I had a vision. A spirit of the wild spoken to me and offered its guardianship. That spirit was... Oké, een beetje Game of Thrones idee. Weet je al, die spirit was op een gegeven moment zo'n raaf met één oog, geloof ik. En hier kunnen we kiezen uit een beer, een sneeuwluipaard, een wolf en een raaf. Ik kies de beer. Ja. Wat kunnen we hier doen? We moeten een naam kiezen. Ik kies natuurlijk Davin Stel. Zo. En we gaan de game beginnen. We hebben karakter gemaakt. En ik ben heel benieuwd of mijn game PC het grafisch aan kan. Het zou als het goed is wel aan kunnen. Ik ben Norn, hunter of the wild. Born of the free and rugged Shiver Peak Mountains. In the far north, my people fought our greatest enemy. Jormath, the dragon of frost and snow. The dragon broke our pride, but it did not break our spirit. In our last hour, we
we heard the voices of four of the spirits of the wild. Bear, raven, snow leopard, wolf. They called us south, away from certain annihilation. We founded the Great Lodge of Holbrek and claimed new hunting grounds. Some say we should not fight Jormag. I say the greatest risk is to wager nothing at all. The Great Hunt. We beginnen maar. We snappen het filmpje. We hebben vier beesten. En ik stam af van de beren. Ja. Ik hoop niet dat ze bedoelen de teddyberen. Hij is nu het laden. En het is een beetje getekend artwork, iets design wat ik al heb gezien. Ook bij het filmpje en ook nu met het laadscherm. En we zitten nu in game. En ik hoor echt allemaal drukte. En het lopen is al heel realistisch vergeleken met World of Warcraft. Ik vergelijk even bijna alles met World of Warcraft. We gaan praten. Dag mevrouw. Krijgen we weer een filmpje. Ik skip gewoon, want ik wil verder. Hunt and collect a trophy from a bear. Dat ging heel snel weg. Maar we gaan, denk ik... Hier zien we een hunt, down game animals and collect trophies. We gaan dus... De muziek is wel heel leuk. Het is een rendier. Gaan we aanvallen? Maar ik moet erop af, want ik moet hem zo vermoorden. Huppakee. Oké. Nou, dat ging redelijk goed, denk ik zo. Het dier is dood. We gaan verder. We moeten zoeken naar een beer. En daar zie ik een... Holy shit. Een Elfin Bull Minitar. Die moeten we wel gaan verslaan. Hij is maar level 1. En hij ziet er echt verschrikkelijk groot uit. Holy crap. Gaan we hem aanvallen? Ik ga hem aanvallen. Oh, holy crap, jongen. Wat een beest. Jesus. Yeah! Oké, we hebben een trofee. Kunnen we dit beest ook aanvallen? De White Moa. Ik dacht, ik ga dadelijk dood, weet je wel. Maar ik heb nog genoeg leven over. Nou, we hebben in ieder geval een trofee. En we moeten dus die trofee laten zien bij die... Ergens weer bij iemand. Ik volg gewoon een pijltje rechtsboven. En dat zien jullie net boven mijn facecam. Hier zo. Hier boven mij. Zie je net waar we naartoe moeten. En dan zie ik ook mijn opdrachten. Dus dat is fijn. Dan kun je precies zien of ik de goede kant op kom. Loop. Hier zo. We gaan onze trofee brengen bij deze meneer. Nou ja, bij... het was zo. Wat moeten we doen? Talk. Ik probeer even te praten met hem. We gaan weer een beest stemmen. Ik snap hier geen reet van wat we moeten doen. Moet ik helemaal naar boven toe? Moet ik gaan klimmen? Ik denk dat ik naar boven moet. Nee, we weten allemaal... Guild Wars 1 had zeg maar 20 missies. En in die 20 missies kon je zeg maar... Moest je upgraden. Of kon je poppetje zo levelen. En we zaten dan in een party met wat mensen. En aan de hand van die party... Kijk, daar loopt iemand. Hallo. Hi. Kan ik slash hi doen of zo? Hallo? Oh, hij gaat weg. Wacht nou. Ga niet weg. Ik wil hallo doen, maar ik weet niet hoe ik dat doe met de commands. Oh, ik weet wel hoe ik moet bukken. Oh, je moet energie hebben om te kunnen rollen. Oké. Okay. Crash Bandicoot had daar nooit moeite mee. Nee, maar bij... had je maar 20 missies had je in Guild Wars. En ja, de uitbreidingspakketten had ik nooit gespeeld. Heb ik ook nooit gespeeld, want ja... Het was nou niet echt mijn favoriete game, maar ik heb wel flink wat uren Guild Wars gespeeld. Ik denk toch wel een uur of 100 of 200 uur, denk ik, zoiets. Dus, ja. En we zitten ineens in een sneeuwgebied. Holy crap. En we moeten aan wormen gaan vechten of zo. Ik zie dat er ook meer mensen aan het vechten zijn. En een filmpje krijgen we. Holy crap. Oké, mijn hele beeldscherm beslaat. Maar we gaan dat beest vermoorden. Kan ik hem vermoorden? Is het niet gewoon een te sterk monster? Ik denk dat we met z'n allen dit monster moeten gaan vermoorden. Want zo gaat het niet werken, denk ik. Kom op, jongens. Versla de grote slangding iets. Wat doet hij? Holy crap. En ja, dat is het nadeel van een warrior.
Een warrior moet altijd dicht bij het monster komen. Want ik heb geen boog of iets. Dus dat is een beetje het nadeel. Yes! Olé, 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 olé. Oké, nou dat ging best wel goed. What a hunt. I heard about your victory. Very impressive. Dankjewel. Thank you. It was a hard fight. Can you snore? I'm proud of my opponent. Putting your skills to work sharpens them and helping others wouldn't hurt you. Ik vind dat wel een beetje goedkoop gedaan, als ik eerlijk ben hoor, met dat scherm in het midden en dan die poppetjes zo daarnaast. Een beetje zo'n anime. One challenge down. Nou, we hebben in ieder geval wel. We zijn level omhoog. We zijn level 2. En ja, dat is mooi. Speak to a scout to review new renowned hearts. Ik ga met hem spreken. Aknor. This valley is a sacred but dangerous place. Visit the shrines to the spirits of the wild. You'll be tested by both our enemies and the spirits themselves. Ik vind het goed. Look out for extraordinary chances to prove your courage. You honor us all by acting without being called. Ja, ik zeg jullie eerlijk, ik heb natuurlijk ook World of Warcraft gespeeld. Ik heb er nooit voor betaald. Maar ik heb heel vaak in private service gezeten. En ja, het is gewoon, het zit zo sterk in elkaar. Je kunt wel zeggen van, je bent een World of Warcraft noob, weet je wel. Maar ja, het is gewoon een spel wat wel heel veel spelers heeft verloren de afgelopen tijden. Afgelopen jaren. Gaat u dat weer dat doen? Hou je mel. Dankjewel. Honor the Spirit of Raven. Nee, maar wat ik zeg wou, ja, World of Warcraft was natuurlijk, is nog steeds een goede game en een grote game en verslavend. Grafisch natuurlijk hopelijk ook wat geupgrade. Maar het is natuurlijk niet zo mooi als, ja, als we normaal een game kennen. En dat komt gewoon omdat, oh, moment. Omdat, ja, omdat het gewoon makkelijk is dat mensen die een wat zwakkere PC hebben, dat die de game ook gewoon aankunnen. En ik heb nou de raaf heb ik vermoord. En ik weet niet of dat de bedoeling was. Maar ik heb in ieder geval, ja, ik weet niet of ik hem moest doden, maar er gebeurde niks. Ik loop ook gewoon over het eten heen zo. Huppakee, kan ik dat eten oppakken? Nee, het is gewoon een detail of zo. Raven's Riddle Salt. Heb ik wat opgelost? Ik heb alleen maar over het eten heen gelopen. Oké. Okay. Blijkbaar kan ik oplossingen vinden ergens. Waar moeten we heen? Daarboven kan je ook naartoe, want dan zie ik namelijk een papiertje zweven. Kunnen we daar bovenop? Hoe kom ik daar in vreesnaam bovenop? Is er een Easter egg of zo? Kan ik daar naar boven aan de zijkant? Of moet ik daar naar boven? Ik ga gewoon eens kijken waar dat naartoe leidt. Oh, wat ligt hier? Hier ligt een egg. Een raven-ei. Oh, en hier ligt een mannetje. Een alfienskelk, level 2. Ah, ik vind de combat wel heel gaaf gedaan. Combat is wel verbeterd, vind ik. Raven statue. Dat is ook wel bijzonder. You are air. Lief, dat is niet de goede antwoord. Ik heb ook niet eens gekeken. Shit, ik mag het niet nog een keer doen. Shit, ik heb niet goed gelezen. We hebben er nog een kans. Raven statue. We gaan het nog een keer doen. From pain and a scream, I bring newness into the world. From me, all legends begin. Revel my name. Van pijn en een schreeuw. Ik breng vernieuwing in de wereld. Van mij af begint een legende. Jeetje. Ik denk een droom. Ik heb het weer verkeerd, maar ik heb wel een Raven Egg. We hebben nog een kans. 3 kansen. A mere breath. Een zucht kan mij vermoorden. Yet a spark can bring me to life. En een sprankel kan me weer tot leven brengen ofzo. My form has the power to dispel darkness. Mijn formule heeft de kracht om om de duisternis te voorspellen of iets. En wat ben ik? Strength. Bekijk het lekker met je puzzel. Ik ben geen Hans Klok of weet ik veel, Quizmaster Vincent.
Volgende. With me you will never know reason. I will blind you to everything else and drive you into... drive you to kill your enemy. Rage. Raven is pleased with your insight. Ik denk dat deze goed was. Je moet dus... Oh, je moet dus echt oplossen, riddeltjes. Oh jee. I will devour you from your inside out. I must be conquered every day. Or I will take your life. Only in death you, can you stop me. Ik denk honger. Correct. Yes. Ja, natuurlijk. Want als je dood bent, dan kan je geen honger meer hebben, zeg maar. Dus dat was een beetje de riddel. Oh, het wordt weer te licht in mijn kamer. Zo kan je niet goed gamen. Een Ravenhack zie ik hier. Ik pak hem gewoon maar weer op. Zo. Raven statue, de volgende. I come from all crawl and walk. I am the perfect hunter. In the end, I am the victor. What's my name? I came for all who crawl and walk. Legend misschien? Think carefully and answer will reveal itself. Ja, het zal wel. We gaan door. Want we gaan de berg steeds hoger op. En daar is trouwens een raaf. Ik ga hem niet vermoorden, want hij is lief. Raven statue, de volgende. You can burn me, build a home from me, and carve me. There are countless ways to use me. Je kan me verbranden. Je kan me een huis voor me maken. En je kan me dragen. Ja, huid, woed natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk. Dat weten we natuurlijk. De volgende. I swallow whole yet teeth of tongue. Old bear. It's not the answer. Ah, bekijk het lekker. Ik pak wel de Raven Axe op. Zo. Hoppakee. Hé, hey, en we hebben een medaille gekregen voor... En ik denk dat we... Hier kunnen we ook nog weer wat doen. Wat is dit dan weer? Ook een standbeeld. Een hele grote ravenstandbeeld. Moeten we hier wat mee doen dan? Oh, nog een Raven Axe. Oh, er komt een beer achter die man aan. Of het was een pet of zo. Ja, hoe kom je daar op? Kijk, want dit zou ik wel graag willen hebben. Dat. Ik denk dat je moet springen. Maar ik weet niet of ik dat ga redden. Ja. Ik ga springen. Woehoe! En nu? Gaan we hier naar boven? Oh, het is wel een beetje een jump puzzeltje hier. Ik ga heel langzaam, want ik mag er niet afvallen, zo. Dan ga ik hier naar boven. Heel voorzichtig moet ik springen en een beetje naar voren. Oeh. Dan draai ik mijn beeldscherm. Gaan we hier naartoe. Oh. Shit. Oeh. Ga erop. Oké, niks bewegen nu. En. View. Oké. Dit is een soort Assassin's Creed idee, volgens mij. Dat je op een top van een berg gaat en dan alles kan zien, weet je wel. Oké, ik vind het goed. Mooi hoor. Oh ja, dat is die plek waar ik over het eten ben gelopen. Nou, mooi hoor dit. Wat een leuk stadje trouwens. 111 XP. Honor the Spirit of Raven. Ik vind het helemaal mooi. Nou ja, wat kunnen we hiermee doen? Niet veel meer. We kunnen hier naar beneden. Ik zie hier ook een man staan. Heel voorzichtig naar beneden, dat Honor the Spirit of Raven. Moet ik dat nog steeds gaan doen? Ik heb er ook een nieuwe skill bij gekregen, zie ik nou ook. De Savage Leap. En hier een lekker stuk vlees in de grill. Heerlijk. Oh, de omgeving is wel echt heel mooi hoor. Moet je kijken. Oh, dat is die vier beesten. De beer. De... Ja, ik snap hem. Ik ben de beer. Staat hij helemaal bovenaan? Nee, gelukkig. Ik hoef niet helemaal naar boven te lopen. Mocht het zo zijn dat ik iets moet doen of zo. Find hidden Raven Axe and return them to Roots. Oh, ik moet gewoon Raven Axe zoeken. Oké. Okay. Nou, dat, gelukkig liggen die verspreid hier en daar. Wat is deze, mevrouw? I found a Raven Axe on the ground. Return it to one of the Roots. It will be safe. Oh, hier zit ook van die raven hier. Oh, en hier zitten nog meer eitjes. Oké, ik ga gewoon heel veel verzamelen. Ik weet niet hoeveel ik moet verzamelen. Defeat Skelk and destroy the nest.
Please act back in the roost. Oh, oké, okay, ja. Ik snap hem, ik snap hem. Honor the spirit of the bear. Oké, okay, we hebben de... Oh, we moeten... Oké, okay, prima. Oh, wee! Ik ben bijna dood. Zo. Holy crap. Daar moeten we even uitkijken. Oh, wat is daar? Een dooiak. Een level 3 dooiak. Ik ga hem proberen aan te vallen. Oké, okay? We hebben nieuwe krachten. Let op. Holy crap. Oh, die gaat heel... Oh, shit, 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 shit. Die is een heel sterk mannetje. Maar we gaan hem aanvallen en het lukt ook wel. Let maar op. Huppakee. En een slap of rap meat hebben we uit hem. Lekker een beetje vlees. Dus arm bear traps. Oké, okay, beren traps moet ik gaan unlocken. Waar zien wij beren vallen? Hier, berentrap. Huppakee. We moeten nog meer gaan zoeken. In deze omgeving, want dit is de vallei van de beren. Dit is mijn stam, hè. Dit is mijn stam. Ik zie wel een hetje. Ik weet niet of ik die moet doden. Ik wil hem eigenlijk wel een keer doden. Laten we dat doen. Ja, 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 ja. Oh, die is sterk, dat beest. Nou ja, sterk. Op zich. Hoppakee. Jij bent dood. En ik ben op zoek met een missie. Ja, maar totaal anders dan deel 1. Merk ik nu al. Voor de mensen die Guild Wars 1 niet hebben gespeeld. Ga alsjeblieft geen Guild Wars 1 spelen. Want het heeft geen nut. Het is een hele oude game. Het ziet er grafisch natuurlijk wel heel indrukwekkend uit. Maar ja, tegenwoordig is grafisch alles opgepoetst. Dus, wat krijgen we? Wat gaan we hier doen? Moeten we beren Nee, Sacred Bear. Ik ga beren niet aanvallen. Oh, wat een leuk poesie. Is dat een poesie? Dit is een hyena of zo. Oh, moet ik die gaan vermoorden? Nou, er zijn dus meer mensen met de quest. Dat betekent dus dat ik... Oh, ik kan niet meer bewegen of zo. Ik kan echt niet meer bewegen. Ik weet niet wat er gebeurt. Oké, nu weer wel. Zo, ik vernietig ze. Samen met een heel groepie. Groepie love hier hoor. Groepie love. Oh. Kom op. We vermoorden deze beesten. Son of Svanir. F1 search. Needle. Ik heb de needle gepakt. En we zijn een trash collector. Je hebt een soort achievements ook in game. Leuk gedaan. Het voordeel van vergeleken natuurlijk met de bekende... World of Warcraft is natuurlijk dat dit niet maandelijks betaald hoeft te worden. En dat je eenmalig de game koopt. En dat je dan gelijk klaar bent. Niet voor de rest van je leven natuurlijk. Ik neem aan dat je dit niet voor de rest van je leven gaat spelen. Maar in ieder geval, het is wel goedkoper. Op die manier. En waarom kan ik die vet niet aanvallen? Kom op! Laat me je aanvallen, grote vriend. Wat zit hier? Zitten nog meer mannetjes? Saiyan Freygun. Kan ik weer praten? Tall and unwavering. Oh, we kunnen hier een grot in. En ik weet niet wat dit is. De Beer Totem Shrine. Ik weet niet wat we hier kunnen doen, maar ik ga er gewoon even naartoe. We kunnen nog steeds niks doen hier. Kunnen we het vernietigen? Nee, we kunnen het niet vernietigen. Ik ga maar weer terug. Maar we weten in ieder geval dat daar de berenhol is. Hè, dat je daar misschien wel weer wat kan opofferen, weet ik het. Oh, deze mannetjes liggen hier. Tiny Totem. Tiny Totem. Ik weet ook niet wat dit inhoudt. Het zijn dingen die we kunnen accepteren. Nou ja, ik accepteer het allemaal maar. En er komen nieuwe mannetjes. De Son of Svane Trapper is dit. Het is weer heel anders, maar ik ben wel echt sterker aan het worden. Merk ik al aan mijn kracht en zo. Kijk eens, huppakee. En we zijn level 3 geworden. Nou, dat gaat heel snel. Ik geloof ook dat je wel... Ja, in level... je kan natuurlijk in Guild Wars 1 kan je maar level 20 worden. En hier kan je voor mijn level 20 of zo? Nee, hoger bedoel ik. Je kan level... Wat was het nou? Level 80? Ik weet het even niet. Maar 60 geloof ik, 50? Het is in ieder geval wel hoog. En dat is wel een positief punt al. En waarom kan ik niet aanvallen? Oh, ik word door 3 mensen aangevallen. Zo, huppakee. Ik weet niet. Ja, er zit hier een zilver iets. Dus arm beer traps. Hunts, Svane trappers, remove. Svane attacks, feed beer cups en challenges.
Staat ook linksbovenin upgrade to a full account. Ik heb dus geen volledig account. Ja, dat is dan weer een beetje de tactiek natuurlijk. Omdat het natuurlijk gratis te downloaden was. Ik schrok wel een beetje, want het was ruim 30 gigabyte met downloaden. Dat is best wel behoorlijk wat, vind ik. Fish trap. Vis trappen? Oh, lekker. Komt er een visje uit? Hij doet echt... Huh? Waarom zou hij dat doen? We kunnen ook zalmpjes kunnen zwemmen. Oh, wat leuk. Een zalmpje aanvallen onder water. Dit ziet er trouwens wel heel mooi uit. Nee, we kunnen zalm niet aanvallen. Vind ik al best wel zielig. Ik ga geen zalm aanvallen natuurlijk. Tasty fish. Tasty fish. Kan ik tasty fish pakken? Oh, wat een... Kijk nou, wat een schat. Een klein beren. Beertje, een klein zacht beertje. Suspicious tree. Holy crap. Ik schop gewoon die mensen uit die boom, joh. Dat is gaaf. Er liggen ook alleen maar lijken. Wat kwam daaruit? Een groene bal? Zag ik dat goed? Nou ja, het zal wel. In ieder geval, we zijn nog steeds bezig met die mensen zoeken in de boom. En hier kunnen we ook trap geven. Kijken of dat uitvalt. Ja, één iemand. Kom maar. Yes. En hij heeft een tatum. We zijn bijna klaar, zie ik. Bovenin. We hebben bijna de Spirit of the Bear hebben gehonored. Zo. 10 van de 10 kills hebben we ook nu. Ik trap je gewoon tegenaan. En er komt weer een mannetje uit. We zijn bijna klaar. We hebben bijna de hoeveelheid mensen afgeslacht hier. Ja, we zijn bijna. Nog bijna. Nog een klein balkje. En hier staat nog een man. Son of Sven the Trapper. En ik denk dat dat wel de laatste is. Oh, dat was een hele sterke aanval. Nee, nog eentje moeten we. Ik pak gewoon die beertrap hier. En klaar. We hebben het gedaan. Ik weet niet of ik nog even naar die grot toe moet. Ik ga voor de zekerheid even kijken, want wie weet moeten we wat doen daar. Die vrouw kunnen ook mee platen. Die heeft een hartje boven de hoofd. Bear stands tall and unwavering. Oh, je kan een beer kopen of zo? Met iets? Beer totem. Ik ga hem gewoon kopen. Boeiend, ik weet niet wat ik heb gekocht, maar we hebben een beer. Beer totem. Upgrade slot. We hebben een... Oh, dit is onze bag. Dus daar kunnen we dingetjes in... wat leuk, joh. Oh, we hebben worteltjes om te eten. Nou, dat ziet allemaal goed uit. Wat kunnen we hier doen? Meditate at the shrine. You hear bear voices. Kijk, we kunnen niet veel doen hier. Ik denk dat je hier wel meditate. Ja, je kan hier zeg maar, denk ik, je leven erbij wekken. Want ik heb het natuurlijk aangesloten aan de beren. Dus dat is, ja. We gaan naar het volgende. Dat is Disrupt Crawl Warship. We gaan verder in de map. Ik weet, als ik M klik, dan zie je ook dat we echt... Dat de map echt wel heel groot is. Als ik even uitzoom. Jeetje, jongens. Ja, natuurlijk zijn die mappen altijd zo groot. Het loopt nog zelfs helemaal door naar onder, zie je het? Jeetje. Dat is, ja, dat is lekker om te verkennen. En we kunnen hier ook onder water, zie ik. Oh nee, dat is de weerspiegeling. Hier kan je onder water. Ziet er ook heel gaaf uit. Fight the Grawl by Erasing. Wat is de Grawl? Ik lig allemaal zakken op de grond. Steal food from Grawl. Dit is een Grawl. Hallo, ik vermoord jouw Grawl, want we gaan eten van jullie stelen. Dat is mijn opdracht en jullie houden me niet tegen. Ik ben bijna level up, heb ik het gevoel. Hier gaan we naar binnen, want ik denk dat hier ook het eten binnen ligt. Oh jee, er zijn meer mensen aan de slag. Hier kunnen we wat dingen uitzoeken. Oh, we slaan het gewoon kapot. En hier zijn een hoop mensen bezig aan het vermoorden van alle beesten. Ik zie ook een hele... Alsof ze hier uitkomen. Maar ik ben met een grote groep, dus ik hoop dat ik wel een beetje bij de groep hoort van die mensen. Dat die me een beetje kunnen beschermen. Ik kan ook gewoon heel die Venny aanvallen hier. Oh jee. Ik ga even een ander mannetje vermoorden. Want die is level 2, 4 al. Dus ik moet eigenlijk dadelijk wel upgraden, want ik ga dood nu. Oh, ik ga zeker dood. Ja, ik ga dood.
Oh shit. Ik ben bijna dood. En deze meneer heeft mijn leven gered. Dankjewel meneer. Met uw mooie Goku haren. Van die Goku haren. Goku. Ik ga deze meneer aanvallen als een level 2. Dat is wel beter. Hey, pak mijn kill niet af. Ah? Nee. Vind ik oneerlijk dit. Zo. Crawl Berserker gaat dood. Oh, en lekker even looten. Zo. En wat stond hier trouwens? Destroy, kan ik... Er komt ook niks uit. Wat is dit? Erase. Oké, ik ga hem ook even erasen. Ook al is die er niet meer, ik doe het ook gewoon nog. Huppakee. Die wil ik doen. Ik weet niet wat ik hiermee kan doen. Demonic. We kunnen ze alles vernietigen in die grot. Wel echt heel leuk bedacht hoor, deze game. Zo, dit vermoorden we. En dit vernietigen we ook. Kunnen we nog zo'n monster vermoorden? Zijn we al bijna level up? Ja, bijna. De balk onderin, die moet gewoon opgevuld worden. En we zijn bijna level up. Zo, die ging even, die werd... Yes! We zijn klaar. En we hebben een skill erbij. Gewoon automatisch die skill. Helemaal goed. Ja, je mag hem aanvallen. Poppetje, goed zo. Hij is dood. We hebben een goud iets. Maar we zijn nog niet klaar met de offerings. Dus we moeten nog even iets doen. Bijna klaar, bijna klaar. Kill the Enraged Ringed Horror. Oh, dat is een baas of zo. Ik val hem ook maar gewoon aan. Even successful. Oh, er komen dus bazen af en toe die een beetje... You know they'll find something else to worship. Like a flower or a tree. Kan ik praten? At least that'll make them more docile. Maybe they can take up gardening. In ieder geval, we hebben wel wat dingen gedaan nu. En nou ja, ik geloof dat we dit nog wel even kunnen doen. Ja, dan zijn we daarmee ook klaar. Learn how to dodge. En dodge betekent wegduiken van iets vlot. Ja, verdedigingsaanval, dodges, ontwijken natuurlijk. We hebben succesvol gedaan. Dus we gaan verder. Learn how to dodge. Ik ga weer naar buiten toe. En hier lopen ook wat mensen. Kani loopt hier en Bari. Kani en Bari. In een carnavalsoptocht. Ik zie hier iets. Heeft dat te maken met mijn dodge? Het zit dan allemaal lekker dicht bij elkaar. Ik vind het wel een fantastische game, moet ik eerlijk zeggen. Maar... Ja, ik heb een nieuwe verslaving, mensen. Waypoint. Wat kunnen we doen? Ik zie hier allemaal van die hele lelijke beesten. Ice dragons in het water. Ik wil er wel één proberen aan te vallen, want ik weet niet hoe sterk ze zijn. Maar ik ben natuurlijk level 4, dus ik zou het makkelijk aankunnen. Huppakee, 10 XP. Is niet veel XP, maar ik zie ook dat we bijna level up gaan. Door de fantastische quests die we hebben gedaan. Ik denk dat we over het water moeten steken. Ziet trouwens wel mooi uit, die weerspiegeling hoor. Ik weet ook niet de game of die op zijn hoog staat. Ik wil even kijken bij options. Want dat is altijd leuk om even te kijken. High. Staat op medium. Texture staat op medium. Ik wil hem even naar high zetten. En ja, voor de rest staat het allemaal goed, geloof ik. Oké, dus dat grafisch op hoog. Hij stond op medium. Hé, hey, de meneer zit hier te vissen. Hallo meneer. Good hunting. We kunnen zelfs happy fishing. We kunnen hem een fijn visleven toewensen. Honor the spirit of the wolf. Kill the ice track blood mother. Holy crap. Dat klinkt echt heel serieus. Maar wie is de bloedmoeder? Klinkt echt heel grof. Ik ga eens met de 120 XP. Ik ga eens met deze meneer of mevrouw praten. Het is een meneer. What happens? I'm off. Oké. Okay. Ja, we moeten dus... Wat is dit? Dragon Banner. Kunnen we het vermoorden? Ja, we maken dit kapot. Ik weet niet wat het is. Maar het heeft te maken met een draak.
een daafstataar en een kist. Oh, holy crap! Oké, dat ging goed. Met F kunnen we dus duiken en daardoor... Oh, we hebben nieuwe armor. Nou, dat is mooi, want dan ga ik even... Oh, sorry. Ik moest verkeerd. Wacht. Huppakee. We kijken de inventory en dan gaan we kijken. Deze nieuwe FOT armor heb ik nu aangeklikt. En deze die drop ik gewoon. Zo. En we hebben ook... we hebben voor de rest niet veel. We hebben wel een nieuw zwaard. Is wel beter. Ik ga die gewoon nemen. Die haal ik weg. Zo. Ik heb een nieuw zwaard. Sowieso moeten we daar dan geld gaan sparen. En natuurlijk even kijken of we... of een nieuw wapen kunnen kopen. Want dat is natuurlijk ook de bedoeling. Ik ga de Dragon Banners ga ik weghalen. Zo. Hoppakee. Wat is hier aan de hand? Oh. Hier zijn weer mannetjes bezig. En ik denk dat ik ze maar even ga vermoorden. Als het lukt. Want ze zien er nogal best sterk uit. Ik heb wel meer leven erbij gekregen. Oh. Skill recharging. Ja, daar heb ik niks mee te maken. Hé, hey, en we hebben nieuwe dingetjes gekregen. Moeten we hier naar binnen? We gaan eens kijken. Er zit een heel apart huid hier. Defeat Sons of Svenir, Rex, The Camp en Banners. Ja, hier is een draak. Wat kunnen we bij deze draak doen? Dragon Shrine. Een kist! Pak die kist niet van me af, mevrouw. Ik was eerder die Dier 3 of Amber. Oh, een Iron Mace en een Enchanting Map. Ik pak ze gewoon allemaal. Wie weet hebben we het nodig voor iets. La, 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 la. Ik vermoord deze meneer. Oh, die wordt dan vermoord voor mij. Nou, dank u wel voor de hulp. Ja, super bedankt. Graag gedaan. Nou mensen, ik ga hierbij deze video voor deze keer eindigen. Willen jullie meer zien, blijf dan even mijn kanaal checken. Dan ga ik zeker nog wel eens een video van Guild Wars spelen. Het wordt geen echt een serie, maar ik wil gewoon wel een impressie geven hoe deze game is en hoe het eruit ziet en hoe het speelt. En het speelt heel fijn, in mijn gevoel. Ik vind het al heel lekker en het heeft zijn eigen gameplay, heb ik gewoon gemerkt. En de questen houden natuurlijk een game verslavend leuk. Dus laat zeker een like achter als je het ook een leuke game vond. En laat ook weten of jij het een keer gespeeld hebt of misschien wel speelt. Doei doeg!